Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Readies Gaming. En gooi je oude videokaart nog even niet weg, want na een jaar heeft AMD zijn antwoord op Nvidia's DLSS klaar. Fidelity FX Super Resolution of FSR. Weer een afkorting die ik lekker Limburgs kan uitspreken. DLSS. En of je nou een gloednieuwe AMD kaart hebt, of een wat oudere, een Ryzen APU, of zelfs een Nvidia kaart, ja je hoort het goed. Dit wil je even zien. En wil je meer zien zoals dit? Klik dan alvast even op like en subscribe, zodat je nooit meer een video mist. Tot zo. Voor de mensen die denken, Gijs, waar heb je het in godsnaam over? DLSS en FSR zijn technieken die de game in een lagere resolutie renderen en het beeld daarna weer oppoetsen, zodat je dus hogere FPS haalt, want je videokaart hoeft minder hard te werken, zonder dat je game er slechter uitziet. Er zijn natuurlijk een aantal niveaus waarop je die techniek kan instellen. En als je wat heftigere instellingen gaat gebruiken, dan ga je natuurlijk wel een beetje verschil zien. Of meer dan een beetje. Maar ik zou zeggen dat dat bij de eerste twee trappen, zeg maar de eerste twee levels, best wel meevalt. Ook al hebben de technieken hetzelfde doel, ze hebben belangrijke verschillen. Nvidia DLSS heeft het voordeel dat deze techniek gebruik maakt van de speciale Tensor Cores die Nvidia RTX kaarten hebben. Weet je nog, Nvidia RTX kaarten hebben Tensor Cores, Ray Tracing Cores en de normale CUDA Cores. Die Tensor Cores die poetsen met behulp van AI, ja het is echt waar, de frames weer terug op, waardoor ze er bijna net zo mooi uitzien als dat je op native resolution speelt. AMD-kaarten hebben geen speciale cores voor dit soort dingen. En dat klinkt misschien in de eerste instantie als een nadeel. En dat is het ook wel een beetje, maar daar kom ik zo op terug. Het heeft ook een voordeel. AMD FSR werkt op veel meer kaarten en zelfs op Nvidia-kaarten. Ja. Hé? Op dit moment worden alle Nvidia-kaarten vanaf de GTX 1000-series en alle AMD-kaarten vanaf de RX 400-series ondersteund. En dat zijn dus kaarten van 5 jaar terug. Ook alle Ryzen APU's worden ondersteund en zelfs de nieuwe Xbox Series X en de PlayStation 5. En er is nog een voordeel. In tegenstelling tot DLSS, wat in samenwerking met Nvidia geïmplementeerd moet worden, is FSR open source. Dat betekent dat gameontwikkelaars FSR veel makkelijker en dus ook gratis kunnen implementeren dan DLSS. En FSR wordt ook waarschijnlijk door meer games ondersteund in de toekomst. Dat is logisch, want het is makkelijker om te implementeren en het is gratis. Op dit moment worden games ondersteund, maar de techniek is ook pas 3 dagen uit. Hè? Geef ze even tijd. In de toekomst gaan grote titels als Far Cry 6, Dota 2, Resident Evil Village, Farming Simulator, supergrote titel, en meer het ondersteunen. Oké, je bent helemaal bijgepraat over FSR. Gratis hogere framerates dus, het werkt op AMD en Nvidia en het is makkelijker in een game te bouwen. Maar is het ook een goede techniek? Want daar gaat het uiteindelijk om, toch? Het enige jammere is dat er nog geen games zijn die DLSS en FSR ondersteunen. Dus die kunnen we niet direct gaan vergelijken. Maar we kunnen FSR natuurlijk wel gewoon gaan testen op deze 5600 XT van AMD. Deze 1050 Ti van Nvidia. En deze super dikke 6800 XT van AMD. Met de 6800 XT testen we op 4K. Dat lijkt me, ja, lijkt me gewoon het meest logisch. Dat is de snelste kaart die ik vandaag heb. Dan heb ik een 5600 XT. En voor de mensen die niet weten wat dat voor kaart is qua prestaties, die ligt zo rond de 2060 super ongeveer. Hiermee testen we op 1440p. En onze Full HD kaart van vandaag is de 1050 Ti. Normaal zou ik zeggen, we beginnen met 4K. En we gaan meteen het snelste van het snelste en het duurste van het duurste testen. Maar ik snap ook wel dat de meeste van jullie waarschijnlijk nog wat oudere hardware, misschien wat goedkopere hardware hebben. Dus weet je, ik begin vandaag gewoon eens met de oude, vertrouwde, de klassieker, de 1050 Ti. En we gaan het spel spelen op Full HD. Eens kijken wat we er nog uit krijgen. Oké, we testen Godfall vandaag. Dat was de game die het meest prominent aanwezig was in de FSR marketing van AMD. Dus ik dacht, kies die gewoon. Ik heb nu 8 FPS. Nou, daar word je niet blij van. En I guess dat de leeftijd van de 1050 Ti een beetje begint te showen. ik ga om te beginnen even de instellingen veranderen totdat we een beetje degelijke framerates hebben om mee te beginnen. Zal ik gewoon eens naar low settings gaan, kijken wat we dan halen. Nou, op low settings halen we 35 fps.
We spelen trouwens met een 5900X als CPU met 32 gigram. Dus er is geen enkel ander onderdeel wat uitmaakt voor de framerate dan de videokaart. De videokaart is op dit moment de bottleneck. 34 fps. Een consolespeler zou zeggen dat is prima, dat is cinematic experience. Maar een PC-gamer zegt natuurlijk we willen naar de 60. Dus we gaan kijken of we met AMD FSR naar de 60 fps komen. En we gaan natuurlijk ook kijken hoe de beeldkwaliteit verandert. Nou, het aanzetten van die FSR is letterlijk dit. En de eerste preset heet Ultra Quality. Er zijn vier presets. Ultra Quality, Quality, Balanced en Performance. We beginnen bij Ultra Quality. 38 fps. Dus geen super grote jump. Het ziet er meteen wat blurrier uit. Ik durf me nog niet helemaal uit te laten over dingen, want ik zie nog niet heel veel verschil. Maar ik zie wel in de bladeren bijvoorbeeld dat het wat waziger wordt. En in het zwaard zie ik het. En in de armor, het verliest gewoon allemaal wat detail. We gaan naar quality en nu stijgt onze framerate naar 40 fps. Dus we zijn al van 4,35 naar 40 gegaan. Ik zet hem eens op balanced. Nu hebben we 41 fps. En het begint er nu echt shitty uit te zien. Het grappige is, die upscaler die heeft natuurlijk een bepaald algoritme waarmee die werkt. En als de inputresolutie echt heel laag wordt, dan moet hij bij sommige dingen maar wat ervan maken, omdat de inputresolutie zo laag is dat hij niet echt meer ziet wat het moet zijn. En dan zie je bijvoorbeeld daar in de verte bij die bomen, zie je gewoon allemaal puntjes en zo die daar helemaal niet horen. Nu gaan we naar de performance mode. En het grappige aan de performance mode is dat dit dus 540p is. Dat is dus 1/4 van de resolutie van Full HD. Dat is wat hij krijgt. En daar moet hij dan Full HD van gaan maken. Nou, je kunt je voorstellen, dat is moeilijk. En lukt ook niet zo heel goed. Laten we maar even kijken. Ja, in de verte die bomen, joh. Hij weet niet meer wat hij daarmee aan moet. En je ziet de bakstenen en de muren in de verte bijna niet meer. Het detail in die wapperende vlaggen is helemaal weg. Het detail in het gebouw in de verte is helemaal weg. Het detail aan de brug is helemaal weg. We zijn dus van 35 naar 43 fps gegaan. En veel meer krijgen we er op dit moment niet uit. Misschien dat dit spel gewoon echt te zwaar is ondertussen voor een 1050 Ti. Maar goed, het doel was om te zien hoe het eruit ziet op Full HD. En dat hebben we gezien. Niet super mooi. Maar goed, we gaan één resolutie omhoog. En daarvoor ga ik de 5600 XT inbouwen. En dat is dus wel een AMD kaart. En ook een flink wat snellere kaart. Dus ik hoop dat we hier wat meer verschil gaan zien. De 5600 XT zit nu in mijn testsysteem. Nog steeds met de Ryzen 9 5900X. De instellingen staan nu op Epic en we spelen nu op 1440p. Nou, op Epic settings, op 1440p, halen we met deze kaart al 48 fps. Dat is heel fijn om te zien. Maar daar kunnen we nog flink wat meer van maken volgens mij. En we gaan beginnen met FSR aanzetten op ultra quality, waar dus eigenlijk bijna geen verschil te zien zou moeten zijn vergeleken het origineel. Ja, en dingetjes worden wel wat blurrier al. Toch wel. Maar ja, we zitten nu nog steeds niet op 4K. Hè? Dus deze resoluties zijn sowieso redelijk laag. Helemaal voor een 43 inch scherm. We hebben nu wel 60 fps. We hadden net 48 fps. Dus alleen het instellen van het eerste level van FSR heeft er al voor gezorgd dat we nu gewoon die gouden 60 fps al halen, zeg maar. Ik ga hem eens even doorzetten naar quality. Nu halen we 66 fps. Dus weer 10% meer. Net gingen we van 48 naar 60. Dat is precies 25%. En nu gaan we van 60 naar 66. Dat is weer 10% erbij. Ja, weet je, dit is gewoon nog steeds speelbaar. Het ziet er natuurlijk niet zo mooi uit als native. Maar als ik gewoon aan het spelen zou zijn, zou ik ook op deze setting nog steeds niet echt verschil merken, eerlijk gezegd. Ja, die bomen in de verte krijgen nu weer een beetje dat probleem met die puntjes en zo. Ja, en je ziet ook op je eigen karakter dat het allemaal wat waziger wordt. Het wordt niet jagged.
wat je krijgt als je op lagere resolutie rendert. Maar het wordt gewoon waziger. En in de verte zie je wat gekke artifacts, wat knipperende puntjes en zo. Over het algemeen, als je gewoon aan het spelen zou zijn, nu, dan zou ik hier genoegen mee nemen. En dan is die hogere framerate fijner dan dat het er net iets mooier uitziet. Ik zet hem op balanced. En de framerate gaat weer omhoog naar 72 fps. Dus we gaan van 66 naar 72. Dus het zijn weer 6 fps erbij. Het begint nu wel op te vallen, zeg maar. Dat zou je wel kunnen stellen. Je eigen karakter wordt echt wazig. Er komen steeds meer van die knipperende artifacts in de bomen en zo. Dan gaan we naar balanced. En even voor jullie referentie. Hij rendert de game dus op 1/4 van de resolutie. Dus niet op, hij rendert de game dus op 1/4 van 1440p. Dat is 720p. Je denkt misschien, waarom zet je de game dan niet gewoon op 720p? Dat ziet er toch net zo shitty uit dan. Dus we zetten dat nu even in beeld naast elkaar en dan zien jullie wat ik bedoel met die jaggies. Dat 720p gewoon echt jaggies heeft en dat het op Quad HD met FSR op performance eerder wazig is. Maar dat je in ieder geval geen jags hebt. Ja, nu ziet er gewoon... Weet je, als deze setting betekent dat je dan de game wel kan spelen en anders niet, ja, dan zou ik het doen en dan zou ik het accepteren en dan zou ik die hele game uitspelen. Nou, we hebben alle FSR settings op Quad HD gezien met de 5600 XT. We zijn van 48 naar 77 fps gegaan. Nou, die laatste twee settings zou ik niet gebruiken. Maar bij de eerste setting kregen we er al 25% fps bij en daar was weinig verschil te zien. En op de quality setting, dus de tweede setting, kregen we er nog een keer 10% bij. Verder dan dat zou het niet gaan. Maar het heeft dus wel het verschil gemaakt tussen onder de 60 fps en net op of zelfs een beetje boven de 60 fps. En dat? Gratis. Goed, we zijn op 4K met een 6800 XT op Epic Settings. We halen nu al 66 fps. Dat laat wel even zien hoe retesnel die kade is. En 4K is natuurlijk de belangrijkste resolutie voor technieken als DLSS en FSR. Vooral voor FSR, omdat consoles natuurlijk ook allemaal 4K 60 fps willen beloven. En zelfs 4K 120 fps, aangezien ze ook HDMI 2.1 ondersteunen. En ja, daar gaan ze toch wel wat trucjes voor nodig hebben om dat bij sommige spellen te halen. En FSR is daar één van. Ik ga gewoon de eerste setting aanzetten. Super Resolution Ultra Quality. En nu halen we 91 fps, dus het verschil is ook een stuk groter op 4K. We hebben onze framerate dus bijna met 40%, tussen de 40 en de 50% increased. Ja, het ziet er gewoon nog steeds uit als 4K. Het is iets waziger als je dit aan het spelen bent en je bent niet naar een still frame aan het kijken zoals ik nu doe. Durf ik 100% zeker te zeggen dat je het niet merkt. En het is dus wel 90 fps in plaats van 60. En 90, als je een FreeSync scherm hebt dat 90 hertz weer kan geven, of 144 hertz, dan is 90 hertz echt al een wereld van verschil met 60. Alright, ja, over de verschillen valt nu nog niet veel te zeggen, want die zijn er bijna niet. Ik ga hem dus op quality zetten, de tweede setting. En nu halen we al 103 fps. Dus we zijn van 66 toch naar 103 fps gegaan. Maar ook voor deze setting geldt, als je gewoon aan het spelen bent, dan weegt die hogere framerate, die smoothere animaties en zo, die wegen dan echt wel op tegen dat hele kleine beetje minder detail. Want het heeft nog steeds nog steeds meer detail dan Quad HD Native bijvoorbeeld. Als ik naar de brug kijk, als ik naar de bomen in de verte kijk. We hebben nog amper die artifacts met die puntjes waar ik het over had. Behalve daar bij die roze bomen wat verder weg begint het langzaam te komen. De bakstenen in de muur van die toren zijn nog steeds zichtbaar. Dat ruitjespatroon begint wat van zijn detail te verliezen. En ook die klimop op dat gebouw begint wat van zijn detail te verliezen. Maar ja, dit ziet er gewoon echt nog steeds goed uit. En we hebben onze framerate gewoon nog niet verdubbeld. Maar wel echt flink wat erop gegooid. En nog even leuk om te benoemen. We zitten nu op de quality setting. We zijn de game nu op Quad HD aan het renderen. En hij scaled hem nu van Quad HD up naar
4K. Dus het is misschien vet als we even Quad HD Native en dit naast elkaar zetten. En dan zie je dus het verschil in beeldkwaliteit. Oké, 103 fps. We gaan door naar balanced. En nu begint het bekende probleem. Het beeld wordt wat waziger. We krijgen wat meer van die puntjes, van die artifacts in de verte. Maar dit ziet er nog steeds speelbaar uit. Ik zou dit gewoon kunnen spelen. En we halen nu 116 fps. Dus we hebben onze framerate ondertussen bijna verdubbeld. Het ziet er gewoon goed uit, man. 116 fps. We begonnen met 66. Er is gewoon 50 fps bijgekomen. Nou, en tenslotte de performance setting. En ik heb het nu al twee keer gezegd, ik ga het nog een keer zeggen. Op de performance setting renderen we de game maar op 1/4 van de resolutie. En 1/4 van 4K, dat weet je misschien, is full HD. Dus we zijn de game zo meteen op full HD aan het renderen. En aan het upscalen naar 4K. En ook hier is het weer leuk als we die even naast elkaar zetten, zodat je het verschil kan zien tussen full HD geupscaled naar 4K en full HD native. En nu halen we 128 fps. Dus we hebben onze framerate gewoon bijna verdubbeld. Maar ja, het ziet er wel minder goed uit. We krijgen nu zelfs in de boom hiervoor, krijgen we die artifacts, die puntjes. Het beeld ziet er wat onrustiger uit, doordat er wat dingetjes beginnen te knipperen en zo. Dingen in de verte zijn gewoon echt een detail kwijt. Die ruitjes in de toren in de verte zijn een detail kwijt. Die brug die je zo van de zijkant ziet. Die twee potjes met die plantjes daar. Je herkent er wel potjes in, maar je herkent er niet echt plantjes in. Dus dit zou ik alleen in het uiterste geval zou ik dit gebruiken. Maar ja, ik vind dit super vet, deze techniek. En ik vind het ook super interessant om er met jullie naar te kijken. Uit, we hebben alle settings gehad. We hebben drie kaarten getest, waaronder een Nvidia-kaart. De meeste gains hebben we gezien op 4K, maar dat had ik eigenlijk ook wel verwacht. En 4K is natuurlijk, zoals ik zei, de belangrijkste resolutie voor deze techniek. Ook omdat consoles dat gaan gebruiken om 4K 60 of 4K 120 te kunnen handhaven. Ik dacht serieus dat dit minder zou zijn dan DLSS. Eerlijk gezegd, we kunnen er nog niet echt iets over zeggen, omdat er nog geen game is die en DLSS en FSR ondersteunen. Dus als daar een game van komt, dan ga ik die sowieso met jullie testen. Maar het valt me zeker niet tegen. Bedankt voor het kijken naar de super vette nieuwe techniek FSR van AMD. Samen met mij en samen met André achter de camera. Vond je dit een leuke video? Drop even een likey. Wil je meer van dit soort content zien? Subscribe dan. We gaan sowieso meer testen als jullie dat willen. En hopelijk zie ik je snel terug in een volgende video. Doei!